jij bent Hell's Angel. Ja. Je hebt nogal wat littekens in je gezicht. Je lang haar. Mm-hmm. Je kleed je als een echte ouderwetse Hell's Angel. En nou wilde jij vorige week gaan eten. Hè, ja. Met wat van je makkers. En toen hadden jullie uitgekozen het restaurant La Garage van Joop Braakhekken. Dat het van Joop Braakhekken was, wisten wij toen nog niet. Dat wisten jullie niet. Maar dat bleek snel genoeg. Ja, wat is er gebeurd? Nou, we kwamen daar dus aan. Ja. We hadden vroeger een tafel voor 7. Om een hapje te gaan eten. Gewoon een hapje te eten. En toen raakte de mevrouw bij de deur raakte eigenlijk al meteen in een soort van paniek. Oh. Ja, omdat wij niet gekleed waren zoals dat dan hoorde. Maar ja, goed, ik had dus mijn Hell's Angel kostuum aan. Ja. Wat nu ook aan heb. Ja. De collar, zoals dat heet. Ja, precies. De achterkant. Alle metaal wat eraan vast zit. En toen vroeg ik dus naar de reden waarom. Ja. Toen haalden ze zij dus aan van, nou, we laten toch ook geen Turken binnen. En dat was zij, ja, zeker dus bij een aantal van mijn makkers nogal tegen het zere been. Ja. We hadden daar niet echt op gerekend. Dat we daarmee. Nee. Dat was voor jullie een hele schokkende vergelijking. Ja, dat vonden wij een zeer discriminerende opmerking. Ja, wat hebben jullie toen gedaan? Toen hebben we de tent kort en klein geslagen. En dat. Dat is, dat luchtte wel wat op, maar de echte irritatie was daarmee natuurlijk nog niet weg. Nee. En toen bleek dus, toen we op een gegeven moment de schilderijen van de muur aan het halen waren en kapot aan het slaan op de hoofden van de mensen die dus wel eten kregen. Ja. Was het vol? Kan dat de reden geweest zijn dat je geweigerd bent? Of, Nou, dat weet ik niet. Nee, er was absoluut nog wel een plaatsje. Ja. Toen bleek dus dat het inderdaad van Joop Braakhekken was, het restaurant. Mm-hmm. En dat, toen viel het allemaal eigenlijk wel een beetje op zijn plek. Toen hebben we onze excuses aangeboden. Ja, ja. En zij was nog ergens anders wat gaan eten. Oh, ja, ja, ja. En ik heb daarna nog met Joop kort gesloten, die regelmatig bij ons komt koken. Ja. In het clubhuis. In het clubhuis, hè? Ja. Ja. Ja, maar we wisten dus niet dat het zijn, dat hij heeft dat waarschijnlijk ook altijd voor ons verborgen gehouden. Ja, 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 ja. Waarom, dat zal hij Joop zijn reden wel voor gehad hebben. Tuurlijk, dat is ook zijn persoonlijke integriteit natuurlijk, om dat of niet te vertellen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Nou, al met al dus nog redelijk goed afgelopen. Uiteindelijk is het allemaal toch wel goed gekomen, alleen ja, jammer dat het op zo'n manier moet. Ja. Kom je dit nou vaker tegen in de horecawereld? Als jullie op grond van zo'n vergelijking met Turken worden afgewezen? Dit was eigenlijk de eerste keer dat het zo direct was. Ja, dat ja. is dan misschien toch ook alweer prettig, hè? Dat ze er in elk geval niet omheen dralen. Maar heel vaak, we worden vaak vergeleken met Turken of met Marokkanen of met Negers. Terwijl, daar hebben wij natuurlijk van de Hells Angels uit een broertje dood aan en dat soort types. Dus dat nemen wij de discriminant, om het zo maar eens even te noemen, niet in dank af. Nee. En dan vinden zij ons tegenover zich. Ja, gaan jullie helpen met het wederopbouwen van La Garage? Ja, dat natuurlijk wel. En we hebben ook wel wat leuke ideetjes voor de inrichting, want zo handig was het dan ook niet ingericht. En ik begrijp ook dat Joop jou eigenlijk al in dienst heeft genomen als portier. Als portier en mijn vriend, gewoon vriend, vriendschappelijk in de zin, van als interieurdekker redden. Oh ja. Nou, dat belooft heel wat voor de toekomst. Ja. En ik denk veilig eten voor de Nederlanders voortaan bij Joop. Ja. Als jullie daar voor de deur staan. Ja, dat denk ik wel. Hè? Want nogmaals, het was natuurlijk een hele ongelukkige vergelijking om uitgerekend ons. Hè, die toch alles eraan doen om de Turken zo kort mogelijk te houden. Ja. Dat uitgerekend wij dan die vergelijking gebouwd krijgt. Ja, ja. Dat is natuurlijk niet fijn. Maar goed, het is allemaal weer bijgelegd. Het is allemaal bijgelegd. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Hoe gaat het met jou? Prima. Ik heb niet. Nee, dat gaat gewoon goed. Zeg hartjes ook, gaat goed. Hoe gaat het? Ja. Over het algemeen gaat het. Hoe gaat het? Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het nou met jou? Ja, je. Kan beter, maar. Ja, hoe gaat het? Hoe gaat het met je? Oh. Nee, hoe gaat het met je? Het,
Nee, hoe gaat het met je? Nee, hoe gaat het met je? Nou, niet nee, zo. Nee, hoe gaat het met je? Gaat niet goed met me. Nee, hè? Gaat helemaal niet goed met jou, hè? Nee, gaat helemaal niet goed, nee. Nee. Gaat kut. Is het echt helemaal op de... Je bent op? Ja, het gaat gewoon niet. Het gaat gewoon aan niks. Niks gaat, niks lukt, niks. Alles is... Alles mislukt, iedereen loopt weg. Het is... Je zit echt op de bodem. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja. Godverdomme, ik weet wel... Ik heb geen idee hoe dit... in godsnaam... verder moet. Ik zie heb geen enkele mogelijkheid meer om... om welke kant op dan ook... te gaan. Maar... Godverdomme... Ik kan me zelf... godverdomme, net zo goed opknopen. Maar voor de rest gaat het wel goed. Nou ja, voor de rest... Buiten dat, zeg maar, buiten dat, gewoon gaat het op zich wel... Nee, dat gaat niet zo goed. Nee, maar buiten dat, buiten het feit dat het niet goed gaat, gaat het op zich wel goed met je. Ja, ik weet niet of dat zo... Ja... Nee, maar het gaat toch best wel goed met je, ouwe. Het gaat toch gewoon goed? Ja, er zijn ook wel dingen die natuurlijk... Ja, ja. Ach, ja nou, nee. Hoe gaat het nou met jou? Ja, hoe gaat het nou met jou? Hoe gaat het? Ja. Ja, hoe gaat het? Nou, het gaat eigenlijk wel goed. Het gaat goed. Want hoe... Ja, nee, het gaat... Ja, nee, het gaat prima. Gaat er goed? Ja, het gaat eigenlijk voor de wind. Ja. Het gaat eigenlijk... Als, ja. Nee, het gaat uitstekend eigenlijk. Ja? Gaat goed? Ja, het gaat heel erg goed. Ja. Ja, ja, toen ben je kaas in gaan stoppen, hè? Ja, van die grote hompen kaas ben ik er met een croquethamer in gaan slaan, ja. Ja, wilden ze dat? Weet ik niet. Weet je niet. Nee, maar ja, ik was ook ten einde raad natuurlijk. Ja, er gebeurde niks met me. Er gebeurde niks, man. Ik werkte me helemaal kapot. Ja. Maar noppes. Noppes, niks, nul. Ja, toen heb je die kaas erin gestopt. Toen ben ik die kaas in, die hompen kaas, ben ik erin gestopt met een croquethamer. Ben ik die er zo ingeslaan. En deed dat iets voor de? Ja, er kwam wel geluid uit opeens, ja. Maar ja, of dat nou genot is, dat weet ik niet. Dat weet u niet. Nee. Heeft u haar eigenlijk nog gesproken daarna? Want... Nou, ik ben weggegaan. Ik had het er zelf maar uit. Ik had er 6 pond kaas in geslagen. En nog een niet noemen zware reactie. Niks. Maar dat ben ik weggegaan. Ben je dan teleurgesteld? Ja, kijk, zo hoeft het natuurlijk niet. Nee, daar komt niemand voor. Daar komt niemand voor om je 5 uur kapot te werken en dan een hoop kaas erin gaan te slaan met een croquethamer. En dan nog niks. Nee. Ik bedoel, dan ben je, ja, als het zo moet tussen de mensen, dan hebben we natuurlijk geen zin meer. Ja. Dit soort ervaringen, die kunnen je natuurlijk heel erg ontmoedigen. Ja, ik kan me voorstellen, als je een serie van dit soort ervaringen hebt, dat je perceptie op het hele gebeuren wel een beetje... Ja, je wordt er cynischer van. Ja. Cynisch. Ben jij cynisch? Ik ben wel een beetje cynisch geworden natuurlijk. Ja. Ook en, door dit? Door dit weer? Of nog was, meer je, was je al cynisch? Ik was al een beetje cynisch. Ik was al een beetje cynisch van mijn eigen uit. Maar door dit soort dingen groeit dat alleen maar. Dat groeit, ik zou er zo graag vanaf willen. Ja. Ik zou er zo graag vanaf willen. Ja, dat je wat zachter kon zijn, dat je wat... Precies, dat ik met meer optimisme eigenlijk in mijn hart. En waar zoek je dat dan? Met het optimisme? Ja. Nou, bijvoorbeeld doordat je denkt dat je met een vrouw wel iets leuks kunt hebben. Ja. En dat zo'n vrouw wel reageert op wat je doet. Maar vooralsnog blijft het, wat jij maar huilen met de pet op. Dat is verschrikkelijk. De plannen? Ja, ik denk dat ik nou even rust neem, want dit is natuurlijk weer de zoveelste klap geweest. En dan ga ik over een paar weken ga ik wel eens kijken of er misschien toch nog een vrouw is die waarmee het wel leuk is. En nou, wel ik kan alleen maar zeggen dat ik ontzettend hoop voor je dat het je gaat lukken. Ja, dat hoop ik. Want jij bent natuurlijk ook een... Je bent natuurlijk wel een bijter. Ik ben absoluut een doelbijter. Ja. Ik hang niet zomaar de viool in de wilgen. Nee. Ik ga door. Ja. Ik ben wel cynisch. Maar ik laat me er niet door onder de knie krijgen. Nee. Dat is natuurlijk waar het allemaal om gaat. Een heel fijn gesprek. Dankjewel. Ja, vond ik ook. Ja. Ja, en dat vond ik ook echt. En dit geeft me dan weer hoop. Ja. Dan denk je weer, dat zie je.